En dan komen de mannen met de mannen van de Rabobank aan de lijn. Dan komt de sprint daar in volle heftigheid. De volle heftigheid, de sprint hier. In volle heftigheid, de sprint hier. En het is de vingers in de neusgaten voor Theo Bos. Voor Willem Stroetinga. Theo Bos voor Wim Stroetinga. Papa Bos zegt ja, in de koffer, in de tas. Sieraad op de herenlijst avanceren met Theo Bos naar de hoorkategorie. Nee, ik heb natuurlijk graag gewonnen, maar ik had voor de print al gereden en dat ben je eigenlijk al gezien. Maar ik wist dus tweede door de bocht, dus rijden sowieso eerste drie. Dat is goed. Ja. Theo Bos, een mooie man op de herenlijst. Ja, was een fantastische sprint en een geweldige winnaar. Dat kon jij niet, hè, sprinten zoals Theo Bos. Kun je niet alles hebben. Kun niet alles hebben, zegt Henny Kuiper, de bescheiden man uit het mooie Tukkerland. We gaan er nou eens hier de tune laten horen. De tune komt als eerste. Hij neemt plaats op blokje nummer 3. Dan komt de rondemisser terug. Want de tweede mis die brengt zo dadelijk naar podium de nummer 2. De man die al goed is voor 10 overwinningen dit seizoen, dames en heren. De man die veel pech heeft gehad in de voorbije winter. Onder andere in de zesdaagse van Rotterdam. Onder andere natuurlijk op weg naar dat WK. Maar hij is vandaag weer helemaal toppie. Namens de nationale baanselectie. De man uit Oberverkoop. De man ook uit Krommelie. Want hij heeft natuurlijk veel liefde aan zijn kneetje. We gaan hier op het podium krijgen de sneltrein uit het Hoge Noorden. Hier komt Wim Stroetinga. Niet te geloven. Hij was de favoriet. En iedereen wist dat ze zijn achterwiel moesten houden. De Rabobank knokte voor hem om hem in de juiste stelling te kunnen afleveren. Hij had vanmorgen zijn snelle pak aangedaan. Hij dacht, dat kan mij helpen. Maar hij heeft vooral hele goede benen. En die benen zijn super, dames en heren. Hij knalde naar een overtuigende zege. De vingers zijn inmiddels al lang weer uit de neusgaten, omdat hij aan het nagenieten is. En dan gaat het zo dadelijk nog even verder. Want hier komt de zevenvoudig wereldkampioen Theo Bos. Dan gaan wij uitreiken bloemen aan de nummer 3. Aan Stefan van Dijk. Mooie bloemen. Alsjeblieft. Met kussen erbij. Juist. Dan gaan we met de bloemen op weg naar de nummer 2, Wim Stroetinga. Juist, dat was goed raak. En dan, dames en heren, gaan we natuurlijk eerst de beker laten uitreiken. De mooie trofee gaan we uitreiken aan de winnaar. Dames en heren, prachtige trofee is voor de winnaar, voor Theo Bos. Die zegt, de allermooiste trofee zal voor mij zijn. En de loco-burgemeester zegt, die ga ik met genoegen uitreiken aan dit fenomeen. Aan Theo, met dat prachtige kontje en dat snelle pak. En de loco feliciteert ook de nummers 2 en 3. En zegt, dat doe ik altijd graag. Nou, onze hele geweten. Derde plaats voor Stefan van Dijk. Tweede plaats voor Wim Stroetinga. En de fantastische winnaar, Theo Bos. En ik had gewoon nog veel over en ik zag dat het de laatste 5 kilometer was een klein beetje op de kant. En ik zat goed uit de wind en dan is het voor de rest heel moeilijk om naar voren te komen, helemaal door de wind. En dan, ja, dan zie je eigenlijk dat de concurrentie zich leeg uit de voorpraak voor de sprint eigenlijk en dat was voor mij ideaal.